Maar Acid, welk spel spelen we vandaag? Wel, vandaag spelen we niet Black Ops 1, spelen we ook niet Ghosts, ook geen FIFA 13, ook geen Skate 3, natuurlijk ook geen... Destiny. Maar wel, MW3. Let's do this, let's go! Vandaag een nieuwe kut-commentary op Modern Warfare 3. Vandaag gaan we gewoon een beetje rondlopen zeiken. En ik ga praten over hoe ik op de naam Acid ben gekomen. En waarom ik Acid noem. Iets super chill om te weten is, ik speel met mijn PS4-scuf op de PS3. En je moet gewoon je kabeltje insteken. En dan kan je daarmee spelen. En het werkt op alle spellen behalve GTA en zo. Maar het werkt op alle Call of Duties. Dus dat is gewoon echt fucking epic. Jullie zijn hier natuurlijk gekomen omdat jullie weten Jullie zijn hier natuurlijk gekomen omdat jullie willen weten waarom ik Acid noem. En hoe ik op die naam ben gekomen en zo. En ja, waarom ik die naam heb gekozen uit die triljarden namen die er bestaan. Dus lieve mensen die de video hebben aangeklikt en waarvan ik zoveel hou, ik ga jullie nu vertellen waarom en hoe en alles. Dus ja, laten we beginnen. Een very long time ago, toen denk ik de week voor Black Ops 2. Dus ergens, ja, weet ik veel, ergens in november of zo, 4 jaar geleden, heb ik naar de film Hackers gekeken op televisie. Hackers is een actiefilm uit de jaren 90. Je ziet Angelina Jolie er naakt in. Die film gaat over hackers en is wel een goede film met Angelina Jolie en allemaal acteurs die toen nog niet zo bekend waren. Maar echt de aanrader. Zeker eens checken als je tijd hebt, hacker. En in de film zelf hadden de hackers nicknames. Dus namen waaronder ze hackten en dan gingen ze allemaal illegale shit doen. En dan deden ze dat allemaal onder die nickname. En één van hen noemde Acid Burn. Maar de naam werd niet zoveel gezegd. Dus eigenlijk zag je gewoon altijd op die computer dan staan Acid Burn. Als je dat letterlijk zou vertalen, zou dat zijn brandend zuur. Maar ik was nog niet zo intellectueel. Dus ik las het niet als Acid, maar ik las het als Acid. En zoals ik had gezegd in mijn 50 Facts video, ik ga heel snel op in een film. En in die film was er dus het hoofdpersonage die Acid Burn noemde. Acid, zoals ik het dan pronounced, Acid, fucking epic. Het ging makkelijk, je zei het zo nice. Ik vond het zo chille, korte, vette naam. En ik dacht van, holy shit, misschien kan ik hier iets mee doen. Misschien kan ik er op de een of andere manier mijn nickname van maken. En toen heb ik dit account gemaakt op de PlayStation 3. XX underscore pink was onze clan. Al mijn vrienden hadden dan pink met die X'en in hun naam. En dan had je een woordje nodig die erna kon. En het maximum was 4 letters. Omdat je anders, ja, de grens had overschreden van maximum aantal symbolen. En ze zeiden, ja, je hebt een woordje nodig met 4 letters. En ik dacht, Acid. Sindsdien noemde ik Pink Acid op de PlayStation 3. Maar in die tijd deed ik natuurlijk nog geen YouTube. Ik keek wel een paar YouTubers zoals L.E.A. en C-Nanners. En natuurlijk Whiteboy 20street. Ik heb zijn naam nooit kunnen uitspreken. En toen in de periode in Black Ops 2 zijn wij met de clan Yats gekomen. Young and Deadly Snipers. En al mijn vrienden, iedereen van school, van jeugdbewegingen, van kampen, zaten allemaal in die clan. En we waren eigenlijk best goed. We stonden overal goed. We wonnen bijna elke clan, ding, shit. Onze clan was best strak. En mijn nickname was dan gewoon Yats Acid. En dat was ook mijn naam op YouTube toen ik nog niet zoals nu Acid was. Toen was Yats Acid mijn naam op YouTube. En niemand wist echt waarvoor die Yats stond. Iedereen die mijn filmpjes keek dacht gewoon, oké, Yats Acid is één woord. En zo maakte hij gewoon filmpjes. En toen kwam Call of Duty Ghosts. En op Ghosts, ja, op Ghosts hebben we niet zo lang gespeeld. Want iedereen vond het een kutspel. En dat was de dood van Yats clan. Maar oké, ja, Acid was er nog altijd. En mijn channel bestond nog altijd. En ik dacht, zo simpel als het maar kon, want nu was ik gewoon blij verder doen met YouTube. En Yats gewoon weglaat uit mijn naam. En gewoon als Acid door het leven gegaan. En nu zijn we hier, Acid, 3,5k subs. Let's go. En als jullie dan nog niet zouden weten, Acid, als je het juist uitspreekt, Acid betekent brandend zuur. Zo, het is een stof in de chemie en ja, het is gewoon een bijtend zuur. En dat betekent het gewoon, acid. Maar ik heb al veel mensen gevraagd, wat betekent acid dan? Het woord heeft geen betekenis, want het is geen woord, het bestaat niet. Dus ik dacht, als het nog niet bestaat, geef ik er wel mijn eigen betekenis aan. Dus vanaf nu kun je zin in het woord acid gaan gebruiken. Je spelt het dan A-C-I-D. En het betekent rampzalig, uniek,
vol energie, bombastisch, explosies, allemaal epic dingen. Ik wil nog de specialist bonus kunnen halen voor deze game gedaan is, maar dan moet ik wel iemand vinden daar, ja. Specialist bonus, hier gaat hij respawnen, nee, jammer dan. Daar is er nog iemand. Oh, hell no. En zo is mijn naam dus ontstaan. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Ik had al heel lang zin om zo'n video te maken. En ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik vond het, ja, ik denk wel dat jullie het een leuke video vonden. Ik ben Acid, brandend zuur. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Zeker een duimpje omhoog. Ik ben Acid. Het is nu al de 10.000ste keer dat ik dat zeg. En ik zeg, jongens, adios. Like de video. Ja, like. En deel. Ja, like en deel. Hey, van die PS4 controller is echt, hè. Het is geen bluff, hè. Je kan echt gewoon... Ja, ja,